Ja, dus dat rubberke mag er eerst nog gewoon af. Ja. Tot als je dat erdoor gestoken hebt. Ja, dus... ja, ik moest de kabel hersteken bij deze fiets hier. En het was de eerste keer in mijn leven, maar ik denk wel dat ik nu sneller geneigd zal zijn om het zelf eens te proberen dan, ja, dan altijd naar de fietsenmaker te gaan. Wat voor type kabel gaat dat zijn? Dat is een spiraalvorm. Is dat mijn tonneke? Of is dat dat andere model? Die dikste. Ik volg de cursus fietsonderhoud omdat ik het super interessant vind. En ik ga af en toe zelf wel eens, spring ik zelf wel eens de koersfiets op. En dan is het toch handig als je jezelf kan depaneren of jezelf kan helpen. Ik ga die kabels ontvetten met een beetje aceton. Of met een ontvetter. Hannes is een goede leerling. Hij is altijd geïnteresseerd. Ja. Hij let goed op. Hij is er ook altijd aanwezig. Hij doet het echt wel goed. Ja. Dat alleen al kan een reden zijn om die kabel te vervangen. Ja. Omdat je daar op dat punt gaat er redelijk veel vrijwillig. Ik zit ook in een koersgroepje. Met enkele vrienden en in het seizoen is het moeilijk voor mij. De dag na de wedstrijd ga ik wel eens gaan uitfietsen. Waarvoor dient deze schroef? Uw schiffers. Om af te spannen. Voor hem af te regelen. Voor wat bij te spannen na verloop van tijd. Iedereen kan het wel goed met elkaar vinden en dat is ook wel tof. En inderdaad, ja, de fiets verbindt iedereen hier een beetje. Hè, dus, we daarnet al plannen aan het maken over fietstochten en zo. Dus ik denk dat het zeker niet uitgesloten is om met de medecursisten een keer een tochtje te gaan maken. Moet dat volledig los? Voilà. Meer moet dat niet zijn.